oud enkel glas zijn. En ik hoor een installatie hard zoomen hier. Vraag gewoon eens af, is het warm bij jullie? Werk jij hier in dit gebouw? Een super plat dak natuurlijk, hè? Hoe oud is dit gebouw nou precies? Dit gebouw is uit 1971 en is daarmee op het Biosciencepark een van de oudste gebouwen van de Universiteit Leiden. Is het niet beter om te slopen? Nee, slopen is niet per definitie de meest duurzame maatregel. We proberen het aardgas vrij te krijgen. Gaat dan toch geen airco's plaatsen? Nee, zeker niet, zeker niet. Ik ga je nu laten zien welke maatregelen we wel gaan nemen. We gaan nog een sedumdak neerleggen in combinatie met zonnepanelen. 57.000 plantjes worden deze week plant voor plant geplant en iedereen helpt vrijwillig mee. Ik heb dat nog nooit eerder gezien, een dak met zowel zonnepanelen als sedum. Het is het eerste dak waarbij we zonnepanelen met groen combineren. De combinatie maakt dat die sedumplantjes ook een verkoelend effect hebben op de zonnepanelen zelf. Dus daardoor leveren ze een veel groter rendement, tot wel 8%. Oh, wauw. Nou, we willen dus graag dat het groen wel ook onder de panelen groeit. Dus we tillen de panelen wat op met speciale frames, airframes. Zodat het groen eronder nog genoeg licht en water krijgt. En eigenlijk het helemaal doorloopt over het hele dak heen. En we hebben op dit dak dus ook nog een extra onderlaag toegepast onder de zonnepanelen. Zodat we het groen dak en dat substraat kunnen gebruiken als ballast voor de zonnepanelen. Nou, het ziet er goed uit zo, toch? Ja, ik vind het prachtig. Echt zo'n mooi voorbeeld van wat wij als Universiteit Leiden doen op het gebied van duurzaamheid. Enorme zonnepanelen. 2800 vierkante meter, samen met de planten, dus de sedum. Mooi voorbeeld hoe wij verder nog de universiteit willen vergroenen. Zijn er nog meer van dit soort plannen? Nou, niet deze grote, want dit is natuurlijk wel heel bijzonder. Maar in Den Haag, op de campus Den Haag, zullen we ook wat kleinere duurzaamheidsprojecten met sedum en zonnepanelen gaan doen. Ja.